een draaiende molen van binnen bekijken. Dat kon afgelopen zaterdag. Het was weer Nationale Molendag. En op die dag zetten veel molenaars de deuren van hun molen open voor het publiek. Ook de Nunnense molen de Roosdonk draaide volop en je kon er zien hoe de molen zijn werk doet. Eigenaar Henny Merks was natuurlijk zelf aanwezig om uitleg te geven, vragen te beantwoorden en waar nodig met zakken meel te sjouwen voor zijn klanten. Terwijl molenaar Mario in de molen druk bezig was met malen. De Roosdonk is al 3 generaties lang in handen van de familie Merks. Mijn vader was de laatste beroepsmolenaar. Mijn opa was daarvoor molenaar. Maar ja, er waren geen boeren meer in Nuenen. En dan moet je stoppen. En daarom is mijn vader in, denk ik, 65, 66 gestopt. En is het daarna een windmolen geworden voor publiek. Waar Mario de molenaar op draait. Deze molen is in 1884 gebouwd als korenmolen. In 1887 is hij uitgebreid met een olieslagwerk, wat tot de jaren 30 heeft ingezeten. En wat betekent dat, een olieslagwerk? Daar wordt uit bijvoorbeeld lijnzaad, raapzaad, olie geperst. En hoeveel kilo meel kun je nou zo, als het een beetje waait, verwerken? Ja, dat ligt heel erg aan de wind. Vandaag is het echt heel erg wisselvallig met de wind. Dus nu doe ik er echt lang over. Maar wil het een beetje doormalen, dan heb je in 10 minuten, een kwartier, heb je een zak van 25 kilo vol. Dus dan gaat het vrij snel. Ja, ja. En dan kan het hier beneden in het winkeltje gekocht worden om een brood mee te bakken? Ja, alles wat ik hier met de molen maal, verkopen we hier beneden in de molenwinkel. Ja, dat klopt. Ja, er komen veel mensen die komen regelmatig omdat ze een eigen brood bakken. Maar er komen ook veel toeristen. Dus het is een beetje een mengeling van alles door elkaar. Ja. Nou, het is natuurlijk ook een bijzondere molen hier. Van Gogh heeft hem geschilderd. Ja, dat trekt ook heel veel mensen inderdaad. Ja, ja, het is wel historie. Dat voel je ook en dat ruik je als je hier bezig bent. Molenaar zijn is toch wel een bijzonder beroep. Ze steken veel tijd in de molen en beoefenen hun vak met veel enthousiasme. Het leuke is dat je met een machine van honderden jaren oud eigenlijk bezig bent met het weer. En dat je iets produceert wat nog gebruikt wordt. Kijk, ik maal hier en daar wordt ook echt brood van gebakken. En dat is eigenlijk het mooie. Molens die draaien niet alleen op wind. Ze draaien ook op geld van sponsoren en op de inzet van vrijwilligers. Ja, ik heb een stichting Vrienden van de Roosdonk. Dat zijn een paar vrienden die mij elke jaar een bepaald bedrag toestoppen. Die zijn lid van de stichting. En daarnaast is het vrijwilligers die malen, rondleidingen doen, het winkeltje bedienen, het buitenonderhoud doen. En we proberen hem goed in stand te houden, zodat Nuenen en iedereen die daar plezier aan heeft, kan kijken hoe dat een molen in die tijd heeft gewerkt.